4000 euro? Dat kostte mij 4000 euro. Ik bedoel ook wel gewoon dollar. Hoeveel euro is 4000 dollar? Dat is zo te zien 3500 euro. Zo, de knet wordt duur, jongen. Geld groeit niet om mijn rug. Hallo, mijn naam is... Mijn naam is Ronald Fledder, ook wel gevangene 8008. Ik ben opgepakt vanwege de reden inbreken bij Donald Trump. Dus ja, dus ik ben nu tijdelijk opgesloten in een Minecraft prison. Minecraft prison? Jullie maken het wel extra lastig voor mij, hè? Geen grote mond, Ronald. Hoezo geen grote mond? Ja, deze kun je krijgen. Oh, deze kun jij krijgen. Oké, die had ik niet verwacht. Ik moet heel lang de gevangenis in. En als ik probeer te ontsnappen, wordt het me dood. Jullie kijken naar Minecraft prison. Oké, daar zijn we dan. We zijn beland in mijn mooie gevangenis. Weten jullie hoe ik het beste kan ontsnappen? Laat het achter in de reacties. Het mag van alles zijn. Welkomtjes, Ronald. We hope you enjoy your stay. Ja, ik hoop me dat ik me vermaak, inderdaad. Ik vind het echt niet leuk. Maar ik zit vandaag in de server op blog. Speel er zelf ook in. Kijk het in de beschrijving. Maar waar zijn we nou weer beland? We zijn zo te zien in een soort van gevangenis beland met overal snoepjes. Ik denk dat ik het nog niet zo slecht zal krijgen, hoor. Ik ben blij. Ik ben blij. We gaan de server selecten doen. Wat gaan we doen? Gaan we voor lollipop of gaan we voor bubblegum? Oeh. Welke is het drugs? Oh, zo te zien is lollipop het drugs. Dus daar gaan we eventjes naartoe. Oh, chill. We mogen hier zo te zien een rol kiezen. Gaan we voor een mercenary, voor een miner of voor een farmer? Ik kom uit Friesland. Ik ben best wel een boer. Ik wil wel gaan voor een... Weet je wat? We gaan wel voor een farmer. Oké, chill. Want ik wil namelijk zoveel mogelijk werken. Want als ik uit de gevangenis word getrapt, dan heb ik nog steeds lekker veel geld, lekker veel doekoes. Weet je wat? We trekken onze mooie spulletjes maar aan, hoor. Zo, huppakee. En laten we eens kijken waar we naartoe moeten. Ik wil beginnen met werken, want ik wil mijn monies. Enter deze portaal om naar je rank mijn toe te gaan. Naar het mijnen met je candy cane. Gaan we mijnen met snoep? Oké. Die kun je dan verkopen aan de NPC's of bij de science shops. We gaan gewoon lekker veel geld verdienen. Oké, we springen in de portaal en waar zijn we? Welkom bij de M&M bar. Maak geld met het verkoop van ores en candy bij de NPC's. Oké, daar zijn we dan, jongens. We zijn lekker aan het mijnen. We moeten natuurlijk heel veel dukaten proberen te verdienen, want ik wil zo snel mogelijk uit deze gevangenis. Hoor je dat, Donald? Ik wil zo snel mogelijk uit deze gevangenis. En ik wil zo snel mogelijk uit je moeder. We zijn lekker alles eventjes aan het mijnen. Ik vermaak me. Ja, waarom moest ik zo nodig weer falen bij Donald Trump als agent 8008. Ik was druk bezig om te kijken in zijn Trump Tower of hij misschien de president-electie heeft gefraudeerd. En toen ik binnenkwam, was daar de politie al. Ze hadden hem al door. Oh, we hebben zo te zien al een aantal stacks kobbel verkocht. Maar ik wil eventjes weten hoeveel wij per kobbel krijgen. En hoeveel wij nodig hebben om naar de volgende, om bij de volgende mijn te komen. Dus we gaan eventjes kijken. We verkopen het aan de orvendor. Hallo. En alles is weg. We hebben het net verkocht en zo te zien zijn we nu op 15% van de 100%. Dus we moeten nog een aantal dingetjes mijnen. Zo, we mijnen eventjes hier alles gewoon weg. Want we gaan straks natuurlijk ook even kijken wat we meer kunnen doen in deze server. Ik zag dat we iets met dieren kunnen. Ik hoop dat ik een hond kan fixen, zodat ik hem Kelso kan noemen. Dus als jij in deze server bent en je wilt een huisdier regelen, fix een hond en noem hem Kelso. We gaan deze server overnemen met honden genaamd Kelso. Vind ik nog best wel een goed idee. We zijn al lekker goed aan het hakken. We hebben zo te zien al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stacks. En we moeten nog best wel veel te gaan om uit deze gevangenis te komen. Die verdomde Donald Trump. Ik dacht dat we een vriendschap hadden. Meneertje, meneertje, waar ben ik? Waar je bent, Donald? Ja, dat vraag ik aan zelf. Waarom ben ik daarvoor niet opgepakt? En ik ben wel opgepakt omdat ik bij hem ging inbreken. Maar ik had hem zelf gewoon levend verbrand. Zo, oké, we zijn al goed bezig. We hebben bijna al onze hele inventory vol. Dus dat betekent dat we bijna onze dingen kunnen verkopen. En hopelijk kunnen we dan gelijk door naar de volgende mijn. Want dit is blijkbaar de mijn M&M's. Ik vind het wel wat hebben trouwens, hoor. Lekkere M&M's. Ik krijg spontaan honger als ik hier... Wat gebeurde hier nou weer? Wie heeft hem gereset? Wie had hem mijn gereset? Domme jongens, ik space hem helemaal. Ik space hem helemaal. Wat gebeurt hier? Die Donald Trump zit me volgens mij gewoon te bepiepelen, hoor. Die wil gewoon niet dat ik uit deze gevangenis kom, want hij weet gewoon dat ik terug zal komen. Kom op, alsjeblieft. Oh,
I did it hoor. Nog 3 stacks te gaan. En dan zijn we er klaar voor hoor. Dan kunnen we eindelijk ontsnappen uit mijn M&M's. Dus ook gewoon mijn M denk ik. Nog paar te gaan, nog paar te gaan. En hij is vol hoor. Dus we gaan meteen weer terug naar de Orfendo. Hey, oké. En we drukken erop. Hoeveel krijgen we? Hoeveel krijgen we? We hebben 2000 dukaten gekregen. En we zijn nu op 75% van de 100%. We komen al dichterbij er. Oh, zo lekker aan het mijnen. Nog paar stukjes steen te gaan. En dan ben ik gewoon helemaal ready to go. Ready om naar de volgende mijn toe te gaan. Ik heb het gevoel als we dit verkopen, dat we dan eindelijk uit mijn M&M's mogen. En zo te zien is de volgende mijn Hershey's Kiss. Is dat niet die Amerikaanse chocolaatjes die echt verdomd lekker zijn? Dat zijn iets inderdaad. Die had ik destijds gehaald in L.A. Zeg dat we genoeg hebben. Hebben we genoeg? 98,9%. Is dit serieus? We waren zo close. Dat betekent gewoon dat we iets van 2 stacks moeten of zo. En dan zijn we al helemaal klaar. 2 hours later. Zeg dat we genoeg hebben. Zeg het, Orfendo. Hebben we genoeg? 100% hoor. 100%. Applausje voor mezelf. Hoe voel je je nu, Donald? Ik voel dat ik rijker dan jij bent. Nou ja, dat is zeker waar. Je hebt inderdaad meer geld dan ik. Shit. Oké, wat als we slash rank up doen? En we zijn in rank 2, hoor. En dat kostte mij serieus 4000 euro. Dat kostte mij 4000 euro. Ik bedoel ook wel gewoon dollar. Hoeveel euro is 4000 dollar? Dat is zo te zien 3500 euro. Zo, de knet wordt duur, jongen. Geld groeit niet om mijn rug. Wat ik in de vorige prison serie had gedaan, dat was ook wel plots maken. Dus ik vraag jullie natuurlijk weer allemaal om een plot te kiezen. Kunnen we deze claimen? Zullen we deze claimen? Even kijken. Want als we deze hebben geclaimd, kan meteen iedereen gelijk mijn plot zien. En ik hou er best wel van als ik word opgevallen. Blijkbaar ben ik totaal anders neergezet. Man, ik wilde bij de span. Ik wil opvallen. Hershey, het is inderdaad die chocolaatjes. Die zijn zo verdomd lekker. Zo, bij mijn eventjes. Ik ben benieuwd hoeveel dit oplevert als je gewoon een paar stacks hebt. We zullen het zien, dames en heren. Geef mij die Minecraft Ducaten maar, hoor. We gaan even kijken. We gaan dit eventjes verkopen. En ik ben benieuwd hoeveel dit oplevert. Ik denk nog niet zo heel veel. We zullen het zien. Oké, kijk, we drukken erop. Hoeveel krijgen we ervoor? We krijgen 813 voor. Ik heb het gevoel dat dit nog heel lang gaat duren. Oké, holy shit. Mijn wolf is hoor. Kelso is geboren. Kunnen we hem ook een naam geven? Even kijken. Wat doen we? Pet slash name slash Kelso. Kan dat? Kunnen we op jou rijden, Kelso? Oh my god. Yeah. Ik rij op Kelso. Woo. Oké, weet je wat? We gaan nu even naar de span toe. Bam, span. Oké, dus rijden we nog steeds op Kelso. Kelso, kom eens even hier. We blijven gewoon op jou rijden hoor, Kelso. Huppakee. En zo te zien kunnen we dit in de goodie box plaatsen. Ik ben benieuwd wat we hierin krijgen. We hebben namelijk 5 keys, heb ik net gekocht. Yo, Alex. Alles flex, man. Oh, we moeten hier op klikken. Dit is een soort van... Oh, dit is een soort van casino. Oké, we drukken erop. Wat krijgen we? Wat krijgen we? We hebben zo te zien 250 tokens gekregen. We hebben nog 3 keys te gaan. Wat krijgen we nu? En volgens mij die kleurtjes laat zien wat de zeldzaamheid ervan is. Oh, geef ons Diamond Gear. Nee, ik hoef geen zonnebloem. Oh, dat is 50.000 euro. Hey, dat is ook wel relaxed. We kunnen nog 3 keer spinnen. Wat krijgen we nu? Kom erop. Oké, we krijgen klei en dat is zo te zien bubblegum bombs. Wat is dat nou weer? Het zal wel. Volgens mij is dat een soort van bom dat je in één keer allemaal shit kan laten ontploffen. Dat je meer spullen krijgt. Oké, wat hebben we nu? Ik vind geld ook goed hoor. Oh, we hebben een broekie gekregen. En nu de allerlaatste keer. Wat zit erin? Geef ons iets goeds. Gekregen hoor. Ja, verdomme. Nu ben ik benieuwd wat die bommen doen. Dus we gaan eventjes... Waar is de mijn? We gaan eventjes terug naar de mijn. Even kijken wat die gekke bommen doen. Dit is Free World. We hebben hier zo te zien 10 bom. Kunnen we daarmee gooien of zo? Oh! Krijgen we ook spullen van jou hoor. Oké, weet je wat? We gaan alles meteen gooien. Oh! Holy shit. Kijk hoeveel we in één keer hebben, jongens. Holy fuck. Nou, onze inventory is ook gelijk weer bijna vol. Dat maakt me blij. En onze inventory is vol. En we gaan het verkopen. 2000 dukaten. Oh, wacht eens. We kunnen al lang rank up. Hoeveel kunnen we nog meer? Kunnen we nog een keer rank up? Ja, we kunnen nog een keer rank up. Oh, nee. Daar hebben we 35.000 voor nodig. Wacht maar, Donald Trump. Over een paar weken ben ik gewoon vrij. Dan ga ik weer proberen bij je in te breken, hoor. Ik bedenk me nu dat ik dat niet moest zeggen. Oké, je bent nu te ver gegaan. Donald! Oké. Donald, alsjeblieft. Maar nee, niks alsjeblieft. Niks. Leg die wapen weg. Nee. Hey Ronald,
Boom shakalaka, bitch.